De Grote Markt is aanstaande maandag dé plek voor startjes die vluchtelingen willen laten weten dat ze welkom zijn. Samen met een steeds groter wordende groep van maatschappelijke organisaties organiseert raadslid Mechtelt van Duin de manifestatie Vluchtelingen Welkom. De manifestatie begint maandagmiddag om 17:30. Verschillende Groningers zullen maandag spreken, waaronder burgemeester Peter den Oudste. De foto van een verdronken jongetje die afgelopen week in talloze media verscheen, bracht een omslag in de publieke opinie tot stand voor wat betreft het vluchtelingenprobleem. Ik denk dat dat hetgeen is dat er gebeurd is. Ja, dat mensen echt dachten en nu is het genoeg geweest, dit kan zo niet langer. En het raakt je natuurlijk gewoon diep in je hart als mens dat zo'n kindje verdrinkt tijdens zijn vlucht. En dat komt natuurlijk heel vaak voor dat dit soort. De afgelopen jaren is het waarschijnlijk ontzettend vaak voorgekomen. Maar de foto, de manier waarop het gefotografeerd is, het moment erbij, hè, het speelde natuurlijk al heel erg. Ja, ik denk dat dat de katalysator is geweest van dit hele publieke gebeuren. Het afgelopen weekend kwam de vluchtelingenstroom echt op gang. Er is enorm veel ellende onder de mensen die deze kant op vluchten. Mensen moeten familie, werk, alles wat hun bekend en lief is achterlaten. Deze kant op vluchten. En wat wij willen is die mensen hier goed onderdak bieden. En hun ook een gevoel geven dat ze hier welkom zijn. Groningen heet deze mensen welkom wat ons betreft. De Partij van de Arbeid in de Provinciale Staten heeft het provinciebestuur vragen gesteld. De partij wil dat de provincie gemeentes en instellingen ondersteunt bij de opvang van vluchtelingen. Sinds die beelden van de vorige week, we hebben ze allemaal om ons netvlies, dan volgens mij is de maatschappij wel echt onder indruk geraakt van wat er nu werkelijk aan de hand is daar in het Middellandse Zeegebied, in het Balkangebied en in Afrika. En volgens mij wil iedereen op zijn eigen manier wel een steentje bijdragen. En mijn rol is statenlid en ik kijk gewoon wat de provincie in deze kan betekenen. Hij rekent op het provinciebestuur. Het zou mooi zijn als een college zou zeggen van we gaan binnenkort gaan. Of we zijn al in gesprek met gemeenten, we zijn in gesprek met maatschappelijke instellingen. We kijken wat we voor de gemeente kunnen betekenen. We zorgen dat er overzicht en inzicht komt in de problematiek richting opvang van vluchtelingen. En dat ze die informatie kunnen delen met de gehele staten. U verwacht eigenlijk een beetje een actieve opstelling van het college van gedeputeerden? Ik verwacht niet alleen een actieve opstelling van het college, maar ook een sociale opstelling. De commissaris van de Koning, Max van den Berg, heeft inmiddels aangekondigd met de gemeentes en instellingen in gesprek te gaan. Ik heb alle burgemeesters gevraagd als commissaris van de Koning, maar ook echt vanuit ons provinciebestuur. Laten we maar bij elkaar gaan zitten aanstaande vrijdag samen met de COA-mensen en kijken waar kan de provincie jullie als gemeente helpen bij de verschillende plannen die nu geuit worden. Grote gebouwen, snel ombouwen, geschikt maken. Dat is vaak ook ruimtelijke regels. Soms is het ook wel geld, soms is het ook gewoon voorzieningen. Laat maar kijken waar we kunnen helpen. Praktisch gewoon mee verantwoordelijkheid nemen. In zo'n groot drama overstijgt het alles. Max van den Berg kent de vluchtelingenproblematiek nog uit zijn periode bij ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib. De omstandigheden zijn soms zo, en dat geldt met name nu voor het Syrische verhaal, dat er gewoon geen schijn van kans is. En de omvang zo groot is dat mensen zoeken gewoon weer even veiligheid. Ik moest terugdenken aan Imre Nagy in 1956, waar Hongaren op die manier in onze dorp, in mijn straat ook terechtkwam. En je die mensen met plezier opving, omdat je wist hoe erg het daar was. Nou, datzelfde moet nu gelden voor ons allemaal, dus ook voor Hongaren, om die anderen op te vangen. Vluchtelingen Welkom heeft inmiddels een Facebookpagina aangemaakt.